we zijn hier live bij Zijn Request, opgezet door vrijwilligers van de Flux. En we zijn hier bezig met een inzamelingsactie voor 3FM Serious Request, voor het goede doel. En we hebben een hele hoop op het programma staan. Hier live in de studio zijn Arie en Lorenzo. We hebben vanavond hier wat live muziek van verschillende bandjes die beneden gaan optreden. Die komen ook naar boven. En vannacht hebben we onder andere ook Gold Sick Monkey die langskomt. I don't give a damn about people's opinion. I never have, never will. Ja, hallo, welkom. Het is op mijn horloge 5:05. We zijn ontzettend goed bezig. Ik zie dat ik werd gewezen dat ik richting dat ronde zwarte gat moet kijken. Terwijl zo'n ontzettende grote lamp recht in mijn bakken schijnt. Welkom in de Flux. We zijn hier bij jongens van Sign Request. Jongens, schreeuw even. Allemaal in beeld. Ja. We zijn ontzettend druk. Beneden zijn we de voorbereidingen aan het preppen, zoals wij dat noemen dan, voor de popschoolpresentatie van hedenavond van de Fluxus Popschool. Oftewel, de Flux. Yeah! Dus dat is nu aan het doen. En dan, ik denk, als ik heel goed kijk op mijn horloge, hoop ik dat ik zo meteen heel eventjes een genotsdrankje krijg. Ja? En na dat genotsdrankje gaat het allemaal van start. Want vanaf 5:30, jongens, vanaf 5:30, luister, vanaf 5:30 gaat het allemaal gebeuren. Dank u wel, over en uit en tot morgen. Tot zondag 4 uur non-stop live. Dat wil zeggen dat we 54 uur lang doorgaan op de radio via crimeradio.eu. Dus ja, we gaan het zien. Crime Radio is natuurlijk een internet radiostation. En elke donderdag zit ik zelf hier met Lorenzo vanaf aankomend jaar boven. Met de live uitzending. En verder zijn we eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week, is er live muziek te horen op de radio. Dus dat moet allemaal goed gaan komen. Verder, we zijn altijd op zoek naar DJ's, dus wil je aanmelden, dan geef gewoon even een gil. Altijd leuk. Ik ben Sanna, ik ben de coördinator van de Flux en we hebben hier vandaag een kerstmarkt voor Zaan Request. We zijn geld aan het inzamelen voor 3FM Serious Request en dit is georganiseerd door onze vrijwilligers. Ze hebben vandaag allemaal kraampjes waar van alles verkocht wordt. Er is een koek en sopie, er zijn optredens. We hebben buiten een vuurkorf staan, de kerstman loopt hier rond. Dus het is echt super gezellig. En we hopen dat we heel veel geld inzamelen voor het goede doel. Ik ben Robin en ik regel hier de broodjes, warme worst, blue wine, de chocomel, de koeken, de tosties. Vandaag verkoop ik cupcakes op de kerstmarkt. En ja, kindjes kunnen gewoon lekker zelf hun cakeje komen versieren en daarna lekker opeten zoals deze kleine dame ook aan het doen is. Onze zelfgemaakte armbandjes en zelfgemaakte kettingjes en dit zijn appelhoesjes. Zo, want een appel heeft ook een jasje nodig. En verder maken we ook kussens en dan heb je een geweldig kerstcadeautje. Hier kan je één vakje van de gitaar schilderen. En dat is €5 en daar gaat de opbrengst ook van naar Serious Request. Selling out, and I think I'm making a loss, and I'm just paranoid, and I just
jaar begonnen in mei in de kleine zaal van wat vroeger de Kade was. Het is een podium vooral gericht op jongeren, een jong publiek, jonge bandjes, nieuw talent. We willen heel veel ruimte bieden aan nieuw talent uit de regio, maar ook uit heel Nederland. We hebben ook heel veel feesten 's avonds, dansnachten met drum en bass of hiphopavonden. Er is echt van alles voor jongeren echt uit de Zaanstreek te doen. En we hopen eigenlijk dat steeds meer mensen ons weten te vinden. Jongeren mogen ook bij ons met ideeën komen als ze zelf een feest willen organiseren. Of als ze bijvoorbeeld, we hebben nu een jongen die een feest organiseert van 12 tot 16 jaar, Stars. Dus we proberen echt voor zoveel mogelijk mensen in de Zaanstreek hier dingen te organiseren. Zodat iedereen zich hier thuis gaat voelen. 1086 euro en 80 cent! Dat moet er gewoon bij, toch? Ja, dat moet zeker nog wat bij. Daar is de microfoon. Leg even uit wat er nog bij moet. Nou, we zouden als vrijwilliger het hele weekend eten, maar dat eten hebben we allemaal van de Flux gekregen. Ja. Dus hebben wij ook nog 100 euro van alle vrijwilligers die we erbij hebben.